Goedenavond en welkom bij het Stuur van Hillegom, het programma over de politiek in Hillegom. Vandaag twee gasten, Rien Heemskerk namens Bloeiend Hillegom en Hilde de Hoog namens GroenLinks. Van harte welkom. We blikken altijd terug op een vergadering van afgelopen week. Dat was een vergadering van niks eigenlijk, een vergadering van een half uurtje. Maar toch zaten er een paar kleine dingetjes in. Want u had vragen over de Hoofdstraat en het scheuren van de scooters. Het bekende probleem. Ja, nou ja, het is al heel en minder omdat er nu borden geplaatst zijn. Maar er zijn altijd jongeren die dat toch op de een of andere manier missen. En dan toch door die Hoofdstraat rijden. En nou moet ik eerlijk zeggen dat ik de fietsers ook wel hard vind rijden. En zij ook wel hun snelheid aan mogen passen. Maar ja, de brommers mogen er niet meer rijden. Dus ja, we kunnen borden plaatsen en dat is teruggebracht. Maar ik denk dat handhaven op zijn tijd ook nog wel een toevoeging heeft. Maar u wilde een handig toeltje, een soort slimme camera. Ja. Ja, ja. En wat is het ook weer? Automatisch kenteken, persoonlijk ding. ANPR. Automatische nummerplaatherkenning, ja. Iets. Ja, maar dan op het Engels. Ja, daar hou ik niet zo van, dus we doen het gewoon in het Nederlands. Ja, die staan normaal langs snelweg. En als je liefhebber bent van opsporingsprogramma's, dan ken je het wel. Maar is dat niet een beetje een schieten met een kanon op een mug in de Hoofdstraat? Nee, dat denk ik niet. En ik denk niet dat dat ook die apparaten zijn die bij de snelweg staan. Ik denk dat dit wel een beetje kleinere uitvoering is. En dan hoef je niet meer iemand fysiek in te zetten, maar kun je met die camera af. Oké. Okay. En dat weten de brommerrijders natuurlijk heel snel. Ja, maar die camerabeelden moeten dan wel weer uitgekeken worden. Ja, dus dat zal, ja, vast en zeker. Ja. Maar goed, op een goed moment denk ik dat het niet meer nodig is. Nee, maar er werd daar nog al als antwoord, er is een werkgroep mee bezig. Ja, denk, ja maar ja, dat nodig? Is in de politiek, hè? Dan moeten we het altijd zwaar maken. Ik bedoel, wij zijn liever zo van, oké, hebben we die, zijn die er? Nou, zet ze neer en dan over 2 maanden verwijderen we ze, want dan weten ze dat die camera's er staan en zetten we ze op zwart. En blijven ze wel staan, maar doen ze niks meer. Maar goed, er moet altijd weer een besluit aan ten grondslag liggen. Ik vond het wel grappig, want als ze nu controleren, dan komen de boa's uit Lissen. Want anders ontsnappen de jongens. Dus ik kreeg een beetje Bastien en Adriaan het idee. Dat je die boa's ziet rennen achter een scootertje en die ontsnapt dan toch weer. En weet je wel, een dikbuikige boa die het net niet redt. En zo. Nou, daar heb je niet heel goed geluisterd, want het is ook. Dus erbij. Dus dat je meerdere mensen hebt. Dus dat je de uitschieten scooters kun je dan ook een hek neerzetten. En, maar dan, als dat al gelukt, dan ben je toch klaar? Als ze gewoon gepakt worden? Ja, maar ze weten natuurlijk. Het is een mobiel is. Dus 1 heb je er en dan. De rest draait om en ik kom niet meer langs. Nee, en die komen een uur later, want dan zijn die boa's weg. Dat weten ze dan ook weer. Ja, dus, we horen het wel. Ik ben bang dat we over een paar maanden weer vragen krijgen, eerlijk gezegd. Mevrouw Ripner van BBH kwam met een hele korte vraag. Maar wel met een eigenlijk best wel aparte vraag: explosies, bompakketten. Brandstichtingen bij een hertenkamp. Wat is dat voor crimineel dorp, dat Hillegom? Ja, je zou het bijna gaan denken als je het zo opzomt, inderdaad. Gelukkig was het in Rotterdam meerdere. Dus ik wou net zeggen, ik denk dat we de nuance moeten aanbrengen dat het ook een trend is die we op meer plekken zien. Maar ja, dat het zorgelijk is, dat deel ik zeker met mevrouw Ripner. Ik was ook wel blij met de uitgebreide beantwoording die de burgemeester deed hierover. Dat het gewoon echt de hoogste prioriteit heeft om dit op te pakken. Ja, het is gewoon heel erg een lastig circuit, denk ik, om aan te pakken. En ik waardeer juist ook heel erg dat we daar ontzettend op inzetten. Volgens mij is daar ook recent een persbericht over uitgegaan. Dat we juist ook zien dat er heel veel dingen wel opgelost worden. Voor bedankt aan huizen, de inwoners. Nou ja, dat er huizen gesloten zijn omdat daar kwekerijen zijn aangetroffen. Of dat er kan worden ingegrepen dankzij het publiek. Dus ja, ik denk dat we zeker op de goede weg zijn. Maar ja, dit was wel een teken dat op de goede weg zijn, bompakketten, explosies. Dat komt niet in elk dorp voor, dat soort grappen in 1 week. Nee. En dat moet ook niet zo blijven. Maar ik denk wel dat we daar doen wat we kunnen. Of je dat allemaal binnen onze gemeentegrenzen kunt oplossen, daar ligt natuurlijk ook de vraag. Maar is het niet een onderliggende laag dat het, weet ik wel, een criminele groep zich gevestigd heeft in Hillegom of iets dergelijks? Of? Zou kunnen. Ja.
ja, ik sluit dat niet uit. Maar ik denk dat echt wel een kwestie is voor het OM en de politie om daar goed naar te kijken. En ik heb er alle vertrouwen in, zoals wat ik al aangaf, dat onze burgemeester en de politie daar echt bovenop zitten. En het als een hele hoge prioriteit hebben. Want zoals je zegt, het is niet normaal. Ik woon toevallig zelf in de buurt van de eerste explosie. Oh. Nou, je schrikt je toch wel een beetje rot midden in de nacht, zullen we maar zeggen. Ja. Dat is niet wat je verwacht van een dorp als Hillegom, dat je daar met dit soort dingen wordt opgeschrikt. Maar er is geen oorzaak, of woont u in een hele slechte wijk? Of, ja, natuurlijk. Ja. Ik woon in echt een vreselijk achterbuurt. Ja, geen idee, maar het afvoerputje van Haarlem en meer aan Haarlem, is dat Hillegom of zo? Of, nee, ik denk niet dat het is. Ik denk dat je soms, heb je ook... Misschien ook gewoon pech, hè? Dat bepaalde mensen zich op een bepaalde plek vestigen. Ik denk dat dit ook een moment was dat het gebeurt wel op meerdere plekken. Hè? Zoals ik net al zei, Rotterdam. Volgens mij was Purmerend in dezelfde week zo hard in het nieuws. Ik denk dat het eerder iets mee te maken heeft dat er daar in die wereld iets gebeurt. Wat nu aan de oppervlakte komt. En wat dat is, ja, geen idee. Daar ga je me vast naar vragen, maar ik heb echt geen idee. Ik zou willen dat ik het wist of niet. Eigenlijk wil ik het helemaal niet weten. Ik hoop van harte dat het opgelost wordt. We gaan het afwachten. We moeten er toch even op terugkomen. Meneer Schenk werd als burgerraadslid van Hart voor Hillegom geïnstalleerd. Want er waren genoeg stemmers voor, zal ik maar zeggen, afgelopen donderdag. Maar een vergadering woensdag, werd het voorgestelde burgerraadslid van Hart voor Hillegom weggestemd. Een beetje een not dan is dat eigenlijk in de politiek. En het is een anonieme stemming, maar het vermoeden is sterk dat Bloeiend Hillegom er wat mee te maken heeft met die tegenstemmers. Ja, dat is een aanname, dat wordt gesuggereerd. Ja, maar u zegt dat het niet zo is. Ik ga er verder niet op in. Er is al genoeg over gezegd en er worden allerlei dingen over tafel gegooid. Waar ik me niet mee associeer. Dus dit kan gebeuren. En dat heb je met deze manier van stemmen. En het is al eerder uitgesproken dat de politiek kan hard zijn. En dit is nu gebeurd. Oké, maar stem je eigenlijk over de geloofsbrieven die goedgekeurd zijn door eventjes een snelle commissie uit de raad? Of stem je echt over de persoon? Nee, dat was duidelijk. Nou, er werd over de persoon gestemd. Maar ik dacht altijd dat je al een beetje formeel, als geen fiets gehad hebt, kom maar binnen. Ja. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat blijkt. Maar u heeft altijd in de oppositie gezeten. Ja. En zeg maar altijd geschopt. Nou nee hoor, we hebben niet altijd in de oppositie gezeten. Nee, maar wel een lange tijd geschopt tegen machtsblokken, laat ik het zo maar even zeggen. Ja, maar dat zijn uitspraken waar ik me niet mee associeer. Maar u deed wel mee met het machtsblok, want u heeft me wel weggestemd. Ja? Is dat zo? Ja. Nou ja, dat wordt gesuggereerd. Dat is een aanname. Oké. Het is een geheime stemming en ik vind het heel jammer dat er mensen zijn geweest die gezegd hebben hoe en wat ze gestemd hebben. Want je moet zo chic zijn om dat gewoon voor je te houden. En dan kun je het heel vervelend vinden dat iemand niet als burgerlid is benoemd. Maar het hoort niet dat je zegt wat je gestemd hebt. Maar hoezo kan je daar geen uitleg over geven dan? Waarom zou ik er uitleg over moeten geven? Nou, omdat iemand tegengestemd heeft, dan wil je toch wel uitleg weten waarom? Ja, dat is vervelend. Ja, maar er is geen uitleg bij nodig dan als raadslid? Nee. Niet? Nee. Je gaat ook niet uitleggen waar iemand wel gestemd is, wel voorkomt. Ja, maar dan dus ben je... Ja, oké. Ja. Maar geen uitleg, dus u wilde niks over zeggen? Nee, dit is het resultaat en zo is het nu gelopen. Ja, en u bent er niet blij mee? Of wel blij mee? Het is jammer dat het zo gelopen is. Oké. Is er eigenlijk nog tijdens een fractievoorzittersvergadering op teruggekomen door de burgemeester? Want die was pistof. Daar zijn we met elkaar op teruggekomen en er is over gesproken. En dat is prima. Oké, en wat is er afgesproken? Dat houden we ook binnenskamers. Ik denk probeer het. Maar... Ja, dat kun je heel goed proberen. Tipje van de sluier? Dat zijn dingen die gewoon binnenskamers blijven. Dat bespreek je met elkaar en dan wordt een nee en een ja gezegd en dat botst ons misschien even. En uiteindelijk gaan we verder. Oké, duidelijk. En zo hoort het ook. Gaan we naar de Zandlaan. Het stond op de agenda van de commissievergadering. Daar is er op uw verzoek over gesproken. Daar werd het een bespreekstuk, anders was het een hamerstuk geweest. Zandlaan 38 tot en met 44, de plaatsing van zogenaamde gomwoningen. Nou, we weten, ik zal het even uitleggen, Greenport. Daar mogen ze woningen zetten in gebieden waar eigenlijk niet gebouwd mag worden. En met de opbrengst van de verkoop van de grond gaat de Greenport ontwikkelingsmaatschappij aan het werk om oude schuren op te kopen, de Bollestreek wat mooier te maken. Waarom wilde u het op de agenda hebben?
Nou, wij zien, wij hadden twee redenen daarvoor. De een is heel principieel en dat is soms ook wat je lekker mag doen als je in de oppositie zit, vind ik, en ook moet doen. Dat is dat wij als GroenLinks al langer zeggen, de afspraken rondom de Greenport en de ESG, die worden geëvalueerd. Er wordt op dit moment wordt de hele ESG ook... intergemeentelijke structuurfusie, ja, precies, Greenport. Als grondslag aan de grondslag ligt van deze GOM, dat wordt op dit moment geëvalueerd. Is het niet verstandig om nu niet die regeling toe te blijven passen, zolang we dat aan het evalueren zijn en voor vooral kijken hoe effectief het is? Dat is een principieel standpunt wat wij als GroenLinks Hillegom hierin in hebben aangenomen. En het andere is ook vooral de plaatsing van deze woningen. We hebben eerder al twee woningen op die locatie goedgekeurd. Dus ook, de grens van Hillegom en Bloemendaal is het, ja, hè? Je moet dus eigenlijk tegen Bennenbroek aan naast de tuincentrum de Oosteinde. Nou, daar zijn al twee woningen goedgekeurd. Die zijn nog niet gebouwd, maar die staan ook al in de planning. En er komen er nu nog vier naast. Ja, dan vraag ik me wel af als daar zes woningen naast elkaar kunnen. En we vinden het blijkbaar toch goed. En ik begrijp dat het buitengebied is, dus dat het feitelijk geen bebouwing zou moeten zijn. Maar we vinden het wel goed dat daar dan zes woningen naast elkaar komen. Hadden we die grond dan niet veel effectiever kunnen inzetten als we vinden dat daar gewoond kan worden? Door daar woningen te bouwen die wel bijdragen aan de opgave die we hebben. Want deze grondwoningen zijn over het algemeen, worden daar grote villa's gebouwd. En dan heb ik het echt over miljoenen villa's. En de vraag is, is daar vraag naar? Is dat wat we nodig hebben? Nee, we hebben dat helemaal niet nodig. We hebben woningen nodig die betaalbaar zijn. En waar mensen van de bank af kunnen komen of door kunnen stromen zodat ze een groter huis achterlaten voor hun gezin. En die dure villa, ja, daar komt over het algemeen niet ten goede aan de woningmarkt van Hillegom zelf. Was er met Hillegom ermee eens eigenlijk, met die vier Greenport-woningen langs de Zandlaan? Nou ja, we hebben daar afspraken over gemaakt en dat is nu het beleid. En doordat het wordt niet meegeteld in de telling van de woningen die we nu hebben, maar er komen natuurlijk wel vier woningen bij. Dus er komen weer vier woningen vrij. En dan is er natuurlijk, er is altijd een verschuiving. Of mensen die van die bank afkomen die dit al gelijk kunnen kopen. Het zal niet zo voor de hand liggend zijn. Maar er vindt een verschuiving plaats. En natuurlijk bereik je meer als je grond hebt en je kunt daar woningen neerzetten. Waar meer mensen kunnen wonen. Maar ja, dat is op deze plek niet. Daar hebben we nu voor gekozen. Daar is beleid voor. En als we vinden dat het anders moet, dan moeten we het op de agenda zetten. En dan moeten we daarover in gesprek. Dus niet en ik denk ophouden, dat wel een goed idee is om er weer over in gesprek te gaan. Ja. Of we nu dit beleid, zoals we dit afgesproken hebben met de Greenport, of we dat zo willen doorzetten. Ja, de wethouder was snel klaar met de beantwoording richting u. Over wat wel mag en wat niet mag. Nee, daar ben ik me ook van bewust. Daar zijn we ons ook echt wel van bewust. Het is gewoon het vigerend beleid. Het is het beleid wat we dus op dit moment nog geldig is. En dat je dus moet uitvoeren en dat je aan je beloftes moet houden. Dat begrijpen we wel, maar we vinden het aan de andere kant ook wel een beetje te makkelijk. En ik denk ook zeker, en dat is eigenlijk het standpunt wat we daarin innemen. Als je een beleid aan het evalueren bent, dan is het ook helemaal niet raar dat je dan een tijdelijke zegt van totdat we de evaluatie klaar hebben, voeren we nu even niks uit, voeren we geen nieuwe plannen door. We nemen even de tijd om te evalueren of het wel werkt. En dan als we dan een nieuw beleid met elkaar, als we met elkaar vast hebben gesteld wat het nieuwe beleid wordt, dan gaan we pas weer nieuwe aanvragen goedkeuren. Ja, daar is voor gekozen om die pauze niet in te lassen. Dat vinden wij eigenlijk niet terecht. Want we blijven dus doorgaan met een beleid waarvan we zien dat het dus weinig toevoegt aan de woningbehoefte. En aan de andere kant wel, voor ons in ieder geval waardevolle grond. Want dit was niet bedoeld. Die vier huizen komen niet op de plek van een oude bollenschuur waar een oude karsen gesloopt wordt. Het is gewoon vrije grond. Ja. Dus dat was bijna een soort van afwijking. Dit is puur om kapitaal te genereren voor de Greenport van het Vingermaatschappij. Zo werkt het in principe met groenwoningen eigenlijk altijd. Hè. Maar meestal is het toch wel een combinatie met in de buurt of een kars of een oude schuur of iets dergelijks. Maar een van de problemen van het beleid is dat niet zo heel direct één op één voelbaar is. Dus het kan zijn dat er een schuur in Noordwijk wordt gesloopt en dat er een huis in Hillegom bijgeplaatst wordt. Hè. Even, en die twee dingen hoeven dus niet heel dicht naast elkaar te liggen. Dat vind ik een van de minpunten ook van het huidige beleid.
En het andere is, ja, ik begrijp dat er ergens geld vandaan moet komen om dit beleid door te voeren. Maar ja, we zitten niet te wachten op weer nieuwe villa's. Hè. De dure huizen in Hillegom blijven heel lang te koop staan. Daar is gewoon heel weinig vraag naar. Terwijl we wel echt vraag hebben naar goedkopere woningen. Naar woningen waar mensen naartoe kunnen als ze van de bank moeten komen. Of als, maar die mogen niet, hè, op die plek? Die mogen niet op die plek, maar toch gaan we er bouwen. Nou, dat blijf ik ook een beetje een kromme redenering vinden. Ja, we vinden dus blijkbaar dat je daar kunt wonen. Vind ik ook nog wat van aan de Zandlaan overigens. Want dat is een heel smalle weg die zich nou niet bepaald leent om daar eens lekker rond te rijden. Ik kom er regelmatig in je Lexus. Nou, blijkbaar vinden we het dus wel een goede plek om daar nog 6 villa's bij te plaatsen. Nou, ik vind dat ook nog wel. Dat vind ik ook nog wel. Maar zou het dan kunnen zijn dat in het nieuwe beleid komt van, nou, neem de Zandlaan, dat plekje waar nu 4 villa's komen, straks hebben we weer een plekje waar 4 villa's op komen, maar daar zetten we dan 8 appartementjes neer of zo. Zou dat kunnen? Waarom niet? Maar is dat financieel ook realistisch? Want de grond moet 165.000 euro opbrengen. Ik ben geen makelaar. Ik weet niet of dat veel of weinig is. Klinkt in mijn oor als veel. Maar zou dat dan kunnen? Of is het dan, moet er een villa komen om het rendabel te krijgen? Ja, dat vind ik een hele terechte vraag. En dat hoort volgens mij ook in die evaluatie thuis. En moeten we het doen zoals we het nu doen? En er wordt eigenlijk bijna een soort automatisch vanuit gegaan dat je dit alleen maar kunt als je er dure villa's neerzet. En dat genereert natuurlijk snel een hoge inkomsten. Maar uiteindelijk hebben we er als Hillegom heel weinig aan dat daar dure nieuwe villa's staan. Ja, moeten we niet gewoon een beleid hebben wat beter past bij de behoeften van onze inwoners? En qua beeldvorming, overal op mooie plekken komen villa's. En die lange slungel van meneer de Jong, die blijft maar op de bank. En ze van, weet dat de Jong blijft maar op de bank zitten. Ja. Voor de beeldvorming is het ook niet goed. Dat mensen denken van, ah, villa's mag wel en wij krijgen niks. Nee, maar weet je, Art, ik bedoel, we roepen met z'n allen heel hard dat we moeten gaan bouwen. En we moeten snel bouwen en minister De Jonge doet dat ook en gaat huizen verdelen over de provincies en er moeten zoveel huizen bij. Ik vraag me wel eens af of die een man in een glazen bol zit, want die heeft toch ook mensen om zich heen. Het kan niet. Ik bedoel, we willen allemaal, maar aan allerlei kanten worden je beperkingen opgelegd en kun je geen kant op. Dus het is allemaal op dit moment gewoon niet uitvoerbaar. Het is allemaal heel lastig. Behalve als je een stukje bollegrond opoffert. Ja, maar goed, dat huis staat er ook nog niet, hè? Nee, maar ik bedoel, als je bollegrond opoffert, is het lekker een nieuwbouwwijk ergens neer op bollegrond. Oh, dat zou kunnen, als je dat zou willen. En je spreekt dat beleid af met elkaar. En de meerderheid is dan voor, dan zou dat kunnen. Ja, ja, want ik heb wel eens een agrariër horen roepen. Laat die politiek nou met ons aan tafel zitten. Wij weten heus wel dat de reepjes grond dichtbij bebouwde kom, waar we eigenlijk niks aan hebben, waar ze zouden kunnen bouwen. Ja, waar er nu dan de paardenweidjes zijn die dan ook niet meer mogen. Nee. En, nou, dat zou dan kunnen. Ja, maar is dat dan, krijg je dan een soort conferentie met alle partijen aan tafel? Ja, de mensen van de paardenweidjes misschien niet, want die roepen heel hard nee, denk ik. Maar dat de agrariërs, die hebben misschien hele goed beelden van de eerste klas, nou, tweede klas. Dat is misschien een heel goed idee om die eens uit te nodigen en daarmee een open avond te organiseren. Maar zit dat niet in het voortraject van die herbezinning op dat beleidsplan, de nieuwe ISG, zeg maar? Daar hebben wij nog niets over gehoord verder. Oké, en wanneer gaan jullie erover praten, over de nieuwe dat ISG? Dat is ook nog niet vastgesteld. Oh, dat is nog niet. Die mensen van de grond die zitten, denk, zijn aan het vissen, denk ik, of zo? Of, nou ja, we hopen ze een goede vangst hebben. Zit op hun handen, want ze kunnen helemaal niks doen. Nu dan even geld in Hillegom gegenereerd, maar voor de rest. Ja, ze zullen hun netwerken hebben en achter de schermen toch actief zijn, verwacht ik. Ja, maar ja, dat ligt toch heel veel stil. Ja. Bomen, daar komt Buurtrecht en GroenLinks, dat is een soort automatisme. Het kapbeleid en het herplaatsen van bomen. Ik wou net zeggen, ze zijn ook van bloeiend Hillegom, hè? Maar bloeiend, ja, sorry. En bomen kunnen ook ja, prima uiteraard bloeien. Ja, dus, ja, laten ja, we vooral sorry, even hierin optreden. Ja, dat is waar, dat is waar. U wil dat graag bespreken. Komt dat omdat het project Witte Tulpen besproken wordt, dat daar de bomen andere, terugkwamen? Nee, je merkt gewoon dat de afgelopen periode vaker gesproken wordt over het kappen van bomen. Het is ook echt iets wat heel erg leeft in het dorp. Dat het beeld ook echt is, er wordt wel ontzettend veel gerooid, maar wat komt ervoor terug? En ik herken dat ook wel. En elke oudere boom, zeker die wat groter is, die je rooit, ja, die kun je niet zomaar vervangen. En die zijn echt van onschatbare waarde en het lijkt wel alsof we daar soms wat onzorgvuldig mee omgaan. Dan als je dus mogelijkheden hebt om bomen te herplaatsen, dan moet je die meer dan 3-4 dubbel ook echt wel benutten.
En daar was natuurlijk ook een inspreker over, inderdaad, over bij de Witte Tulp. Die ook wilde benadrukken dat het verstandig is om bij de inrichting van zo'n, weliswaar wat kleinschalig, maar toch zo'n nieuw woonplan, te bekijken van hoeveel extra bomen zou je daar kwijt kunnen. Het maakt de leefbaarheid van de wijk gewoon beter. Dus elke oude boom die weg moet, die moet opgeteeld worden en ergens anders neergezet worden? Nou, als dat kan, vind ik dat je dat eerste overweging moet zijn. De eerste vraag is, kun je niet ergens anders bouwen waar niet die boom staat? De tweede vraag is, kan deze boom eventueel ook ergens anders geplaatst worden? Dat wordt ook wel eens gedaan. En de derde vraag is, oké, als dat allemaal niet kan, hoeveel nieuwe bomen kan ik dan plaatsen ter compensatie van deze ene grote? Want één grote boom vervang je niet met één klein nieuw boom. Oh, dus je wilt één eik weg en dan vier lindertjes? Nou, waarom niet? Oké. En ik denk ook goed nadenken, welke boom plaats je? Hoe ziet die diversiteit eruit? En ik weet echt wel dat onze groenbeleidsbeheerders daar ook voor een heel groot deel goed mee bezig zijn. Maar toch denk ik dat we daar echt nog wel een schepje bovenop kunnen doen. Als we het hebben over de uitdagingen waar we ook als dorp tegenaan staan, dan is klimaatadaptatie ook echt wel eentje. Hè? Meer droogte, meer natte periodes die heviger zijn, droge periodes die langer zijn. Ja, daar kun je eigenlijk, heb je maar één oplossing voor dat probleem, en dat is echt bomen en meer groen. Ja, en daar moeten we gewoon veel meer aandacht voor hebben. Ik dacht dat het al goed geregeld was in Hillegom, gewoon boom weg, boom terug. Nou ja, we hebben een x-aantal jaar geleden dat beleidsplan aangepast, want vroeger moest je voor iedere boom die je wilde kappen, moest je een vergunning aanvragen. Dat is op een goed moment aangepast en ik denk dat het toen toch iets minder belangrijk was. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar we waren er ook minder mee bezig. En het is nu natuurlijk wel iets wat leeft. En wat Hilde zegt, is natuurlijk ook zo. Je moet zuinig zijn op de bomen die je hebt. En bijvoorbeeld op de Prinses Irenelaan lag een nieuw plan voor de weg. En daar staan ook wat bomen die niet zo vreselijk dik zijn. Maar dit is toch ook al een boom van 30 jaar, denk ik. Nou ja, ongeveer. Een serieuze boom. Misschien iets langer, ja. Die je niet met een kleine boom weer terug hebt. En daar had ik ook vragen over gesteld. En de wethouder had gezegd, ja, maar die wortels, toen dacht ik, ja, die wortels. En op een goed moment was dus bij zo'n boom in die straat, waren ze werkzaamheden aan het doen. Er was een afvoer. Dus ik denk, ik wil nu toch even van deze mannen weten hoe het zit. Maar inderdaad, die wortels hadden die leidingen dus helemaal opgevreten, ingewikkeld gedaan. Dus die bomen kunnen dan ook niet verplaatst worden, want leidingen, daar zitten ze omheen, doorheen. Dus dat gaat niet, want moet je die wortels gaan snoeien. Maar we moeten er wel bij nadenken wat we doen. En ik denk dat ook onze inwoners, ik zeg niet dat alle inwoners maar makkelijk denken dat bomen gekapt moeten worden. Maar ik denk wel dat ze er soms wel eens wat langer over na kunnen denken. Of die boom, ja, die verliest zijn blaadjes. Ja, dan heb je dan rotzooi van. Maar in hoeverre en hoe lang heb je die rotzooi? En of je daar dan een boom voor moet kappen, dat moet je jezelf dan toch ook wel even de vraag stellen. Maar het is wel belangrijk dat er meerdere bomen geplaatst gaan worden. Ik was eigenlijk verrast dat dat project Witte Tulp, misschien zijn jullie eraan gewend of zo om dat te bespreken. Maar ik denk, 115 woningen op een oud bedrijventerrein, toch? Ja. Dat is toch fantastisch? Ja. Maar jullie lopen geen Polonaise of zo, alsof het een postzegelplannetje is. Het is toch 115 woningen? Maar wat verwacht je dan? Dat we, ik bedoel, dit loopt natuurlijk al even. Ja, nee, daarom vraag dus ik ernaar. Ik bedoel, je weet niet hoe wij toen wel Polonaise hebben gelopen. Ja, precies. En zo hebben we Elsenhof ook. En we hebben binnen Hillegom eigenlijk heel veel bouwprojecten. De ene wat groter dan de andere. Soms ligt het even stil en voor Spolder loopt nu weer. Dus er komt zo dadelijk een grote verschuiving. We hebben een woningbouwvereniging die ook heel veel woningen gaat vernieuwen. Maar ook tegen diezelfde feiten aanlopen. Dat die oude woningen moeten eerst leeg. En vervolgens moeten ze nieuw gebouwd worden die aan allerlei eisen moeten voldoen. En dan willen we goedkope woningen. Het kan niet. Er moet een modus gevonden worden dat het wel kan. Maar dan zullen er toch dure huizen bij moeten gezet worden om een en ander te compenseren. Want alleen maar sociale huurwoningen, waar als je landelijk kijkt en als je dat opzoekt, in sociale huurwoningen, door de band genomen, wonen daar minder mensen in dan in de doorsnee huurwoningen. Waarom? Omdat dat meestal incomplete gezinnen zijn. Nou, is dat een heel raar woord, incompleet? Eén ouder, alleen bent, ben je dan incompleet? Nee, dat is niet het goede woord. Nee, één ouder doen we ja.
Of misschien wel één ouder met een x-aantal kinderen. Maar dan, ja, mensen gaan uit elkaar, moeten een woning hebben. Willen allebei de kinderen kunnen ontvangen, te logeren hebben. Dus ze willen wel allebei een even groot huis hebben. Het is op dit moment gewoon ontzettend lastig. Maar heeft Hillegom een hele lijst van... Er staat nog een oud bedrijf, dus dat zouden ze ook weg doen. Hup, weer 115 woningen. Ja, we zijn nu met het project Wonen bezig. Hoe gaan we dat aanvliegen? Hoe willen we daar in de toekomst mee omgaan? Het beleidsplan loopt af. Dus je gaat kijken wat je wil. En ik denk dat iedere partij voor zich misschien in de verkiezingen bepaalde gedachten heeft gehad. En dan spreek ik even voor onszelf. We hebben ooit in het verleden afgesproken alleen maar grondgebonden woningen, want we willen een dorp blijven. Maar we willen ook onze jonge inwoners houden. En dan ga je dat niet redden met alleen maar grondgebonden woningen. Nou, dat is gewoon een huisje op een stuk grond. Ja, dat is, met het voor- en achtertuintje. Ja, precies. Dus ja, je zult die schaarse grond die je hebt, zul je effectiever... Dus de lucht in. Ja, en dan zul je ook zuinig moeten zijn met je buitenruimte. Dus wil je dat er geparkeerd gaat worden? En je wil die mensen toch ook een stukje buitenruimte geven. Dus is een balkon van enige grootte ook waardevol? Ik bedoel, want dan kun je wat zuiniger zijn met de buitenruimte die je eromheen hebt. Of die kun je voor algemeen gebruik invullen. Dus ja. Het vergt wel anders denken nu. Ja, oké. Okay. En jullie hebben in beslotenheid, in het geheim, zonder pottenkijkers, hebben jullie over wonen gesproken? Nee, we hebben niet over wonen gesproken. Met de voeten op tafel? Nee, ook niet, want we zaten boven in de watertoren. En we hadden een prachtig uitzicht van een ondergaande zon. Maar daar zijn we gewoon geïnformeerd door een extern bureau. Wat mogelijkheden zijn, wat er kan. Daar kon iedereen ook vragen stellen zonder dat je daar gelijk aan opgehangen wordt. Dat je misschien iets zegt en dat dan gelijk een buitenstaander zegt van... Oh, die partij die wil dat zeker. Terwijl je daar gewoon iets... Maar zijn er stukken grond besproken? Dan snap ik dat het in geheim moet, want anders gaat de projectontwikkelaar het weer opkopen bijvoorbeeld. En dan zijn jullie weer duurder uit. Dat is niet het geheim waarom het geheim moet zijn. Gewoon dat iedereen kan zeggen en vragen wat hij wil, zonder daar een politieke kleuring aan te hebben. En dat je van derden geïnformeerd wordt hoe zaken lopen en hoe projectontwikkelaars te werk gaan en waar er naar gekeken moet worden. En dit was een informatieve bijeenkomst voor de raadsleden en voor het college, dat we allemaal dezelfde informatie krijgen en dat we vanuit met die inhoud ook verder kunnen. Hoe gaan we verder? Oké, maar waar ik altijd zo nieuwsgierig naar ben, er zit altijd een projectontwikkelaar... Maar dat is een journalist altijd, hè? Die is altijd nieuwsgierig. Nou, als goed is wel, hè. Als goed is wel. Er zijn meer mensen nieuwsgierig, weet ik overigens. Maar hebben jullie daar ook een rekensommetje gezien? Want ik ben altijd zo nieuwsgierig. Je hebt altijd een projectontwikkelaar, je hebt altijd een aannemer, die gaat daar bouwen, die moet er geld aan verdienen. Maar kennen jullie dan de marges? Kennen jullie de kostprijs van de grond? Weten jullie wat kost het nou om daar een huis neer te zetten? Dan moeten er een paar altaren, een paar stenen in de weg, et cetera. Want je kan natuurlijk tegen die projecten van... ja, dag, daar ga je veel te veel aan verdienen. Doe maar eens een koopprijs een stuk minder. Of werkt het niet zo? Daar ben ik altijd zo nieuwsgierig naar. Nou, dat is ook zeker niet waar die avond voor was. Laat dat ook vooral... dat is daar ook niet aan de orde geweest. En het is ook voor een heel groot deel is dat uitvoering. Hè? Dus als we dat dan... Wij als raad overgaan, dat zijn de kaders. Dus het met elkaar afspreken. Wat moet er gebouwd worden? Op welke manier? Ja, maar ook heel veel betaalbaar. Bijvoorbeeld ook de richting. Wat voor soort woningen? Inderdaad, in wat voor prijskategorie? Dat zijn de kaders die je meegeeft. En je gaat ervan uit dat in de uitvoering dat bijvoorbeeld de wethouder daar op stuurt en zorgt dat met. En die gaat met die corporaties en de verschillende aanbieders. Ja, maar dan zegt hij altijd: kan niet financieel mogelijk. Ja, en dat is onze tweede taak. Dat is natuurlijk controleren van is dat dan wel goed uitgevoerd. Ja. En dat was ook een van de zaken die we natuurlijk nog even ter sprake hebben gebracht. Van controleren: hebben we dat nou wel echt tot een maximum gedaan? Ja, en dan is het inderdaad ook wel lastig om als raad te controleren of zo'n marge wel of niet gehaald wordt. In het geval van Witte Tulp was dat inderdaad, vind ik het ook nog wel discutabel. Hè? De provincie heeft ook nog gevraagd, echt dwingend gevraagd, van kan er niet toch wat meer in het middensegment? Hè? Dus de wat duurdere huurwoningen en de goedkope koopwoningen, kan dat percentage niet wat omhoog? Want dat is nu al heel erg laag in dat project. Nou, ja, dan wordt dan aangegeven, ja, dat gaat niet financieel.
Ja, ja, maar dan moet je nog een bedrijf op opkopen. Moment... Daar hebben we heel veel kosten. Daar kan ik nog wat bij voorstellen. Nou ja, je moet op een gegeven moment moeten we er vanuit hopen we er vanuit te kunnen gaan dat met de juiste vragen stellen, dat we de juiste controle hebben uitgeoefend op onze wethouder. Dat die we krijgen nooit een financiële overzicht te zien. Van zoveel kost dit? En dit is de marge? Of, nee, dat is toch voor, die, voor de projectontwikkelaar? Dat is toch verder niet aan ons? Nee, maar als de projectontwikkelaar zit hier hebben, dat lukt niet. De 20 goedkope koopwoningen, dat lukt echt financieel niet. Dat worden er maar 10. Zegt dan de wethouder, ja, oké. Okay. Nou, ik vind dan dat de wethouder niet oké moet zeggen. Nee. Dan moet hij zeggen, nee, dan gaat de beurt voorbij. En dan dat gaan we het weer terug aan de... Bijvoorbeeld. Ja, dan gaat het weer terug de markt op. Ja, dat is ook ingewikkeld. Hè? Maar we hebben die kaders niet voor niks. En ik vind het wel belangrijk dat het dus wel ook gehandhaafd wordt. Want anders krijgen we voortdurend veel te veel dure woningen erbij. Terwijl daar we helemaal niet op zitten te wachten. En we blijven maar klagen over die instroom van die huurwoningen. We weten gewoon dat die tekorten oplopen. We weten gewoon dat ook meer mensen langer single blijven. Dat huwelijken uit elkaar gaan. Dit weet je. Dus je moet ook zorgen dat je daar woningen voor beschikbaar hebt. Dat is niet een... dat is natuurlijk een probleem. Maar wij weten ook hoe we dat moeten oplossen. Ja. Namelijk door zorgen dat je daarvoor bouwt. En wanneer wordt dan deze vergadering in een visiebeleidsplan gegoten? Krijgen we een nieuwe woonvisie of zo? Ga je daar binnenkort... Dat komt er wel, ja. En wanneer binnenkort? Op 10 mei hebben we de beeldvormende commissie. Oh, dus ja. Over volgende week al gebeuren. Ja, en dan ben je van harte welkom om mee te komen luisteren. Ja, ook, ben hè, voor je... Ja, precies. Ja. Nee, maar even over beslotenheid. Een groot deel van wat we in de Watertoren besproken hebben, komt dan gewoon terug. En dan gaan we het juist hebben over die kaders en de komende periode gaan we vaker erover vergaderen. Maar de kick-off staat dan binnenkort al op de lijn. Krijgen we voor de zomer nog een noordelijke ontsluitingsdiscussie-achtig iets regionaal en zo? Voor de zomer hebben we nog 2 maanden. Ja? Nee? Gaat hem niet worden, nee. Want opeens gingen ze tempo maken, want er moest even heel snel een plan ingeleverd worden bij de provincie. Ja. En dat ging als een speer. Ik denk, nou, houd gas erop, zou ik zeggen. Ja, ja. Ja, dat zou mooi zijn. Maar ja, wij kunnen ook niet zien hoe ver ze daarmee zijn bij die provincie. En hoe dat verder... Daar worden wij niet wekelijks... Want dat ligt nu bij de provincie, niet bij die werkgroep. Ik denk dat daar een combinatie van is. Okay. Dat er meerdere mensen, groepen met elkaar daarover spreken. Ik kan me zo voorstellen dat de formatie in de provincie daar ook nog natuurlijk nog een rol in speelt. En volgens mij zijn ze er nog niet uit, toch? Ik heb tenminste nog geen... Nog geen witte rook hebben. Dus ik kan me zo voorstellen. Ik weet niet of dat zo is, hoor. Maar dat daar natuurlijk ook nog wel even wat... wat vertraging zit. We krijgen nog meer spannende dingen. Want zo'n raadsvergadering heb ik natuurlijk helemaal niks aan. Hè? Dat is een half uur. Beetje je best doen. Nou, dat zeg je nou wel. Maar goed, in principe zei jij natuurlijk in die raadsvergadering is verder niks besloten. Maar goed, je zou dan natuurlijk ook naar de commissie kunnen gaan. Want daar... Maar die luisteren ook al terug. Maar die bespreken we dan in een uitzending eerder, zeg maar. Want we hebben er altijd 2. Eentje na de commissie en eentje naar de raad. Ja, maar goed, uiteindelijk is er na de raad een besluit... wat uiteindelijk met die commissie besproken is. En dan zitten er weer 2 andere partijen aan tafel. Dus kan daar weer een andere visie naar voren komen. Ja. En kun je ook die andere 2 partijen bevragen, zodat de luisteraars dan ook een bredere indruk krijgen van wat die partijen in die Hillegomse Raad nu eigenlijk waar ze voor staan. Ik kwam terug op een eerder onderwerp. Maar maar vind je dat nou echt iets voor de Hillegommers om daarop terug te komen? Ja, dat beetje het smerige spel van de politiek. Okay. Ja, nou, ik hou niet van smerige spelletjes. Okay. En de asielzoekers, dat hameren we af. De grote discussies in andere gemeentes. Nou ja, daar hebben we dus over gesproken in de commissie. En daar hebben we iets van gevonden. Dat heb je in de commissie. De opvang van vluchtelingen in verband met de spreidingswet die misschien komt. Dat we met elkaar naar een oplossing moeten gaan zoeken. En dat is net zo moeilijk als dat we al die huizen willen bouwen. Daar valt dit natuurlijk ook onder. Ja. Ik bedoel, wil niet zeggen dat deze mensen allemaal een huis moeten hebben, maar wel onderdak. Dat is natuurlijk weer iets anders dan een huis. En dat blijft lastig. Dat is ook zo'n lastige discussie. En wat krijgen we allemaal over ons heen? En financieel kunnen wij dat als gemeentes ook niet bolwerken. En dan kan de overheid, de hoge overheid, het Den Haag, het allemaal naar beneden schuiven. Provincie en dan de gemeente. Maar de gemeente zegt op een gegeven moment, ja, we willen wel, maar we kunnen niet meer. Nee. We hebben ook de financiën niet meer. We hebben ook onze jeugdzorg, die ook schreeuwt om zorg en waarover gesproken moet worden en die ook aandacht behoeft. En zo zijn er best wel veel onderwerpen die allemaal
Maar ik denk dat de minister had toch een lekkere oproep gedaan van mensen die wilden asielzoekers opvangen. En er kwam nog helemaal niemand op. Nee, ik zet ook mijn voordeur niet open. Nee. Maar dat is, dus dan krijg je toch dat de Rijksoverheid gaat dwingen als ze met een probleem zitten. Ja, maar goed, waarom wordt er dan wel gedwongen voor asielzoekers? En gaan we niet dwingen om huizen voor jongeren of voor ouderen? Of, ik bedoel, we krijgen ook, het is lastig om die ruimte te krijgen. Want als er iets is, ook voor arbeidsmigranten, en er is een bolleboer die zegt, ik wil wel, en vervolgens een tekening laat maken, en dan krijgt hij terug, nou, de provincie vindt hij toch geen goed idee. Dus het blijft gewoon al met al. Het gebeurt achter de schermen. Dat zie je ook niet allemaal. Dat hoor je maar ook niet allemaal. Hoe gaan we dat doorbreken dan? Want dan kunnen we naar elkaar kijken. Ja. Rijk en provincie en gemeente. Maar als er geen reet gebeurt, ja, dan zit hij weer over een paar maanden over hetzelfde probleem te praten. Maar was dat niet ook juist het mooie aan het voorstel wat voor lag? Vond ik juist dat we proactief als gemeentes in de regio Holland-Rijnland naar dit probleem hebben gekeken. En een ander voorstel hebben gedaan dan wellicht verwacht werd door Den Haag of het COA of weet ik veel wie daar dan precies over gaan. Maar dat in ieder geval, er wordt vanuit het COA juist gestuurd op hele grote locaties, liefst plekken waar natuurlijk veel mensen tegelijk zorg, onderwijs allemaal op één plek. En eigenlijk doen we met dit voorstel als regio een tegenbod en zeggen we nou, juist door het te spreiden, kleinere locaties die beter passen binnen onze dorpse waarden en normen, kunnen we wel flink wat ruimte bieden. Maar is het nog behapbaar? Kunnen we het ook aan? Nou, dat vind ik het mooie aan dit voorstel. Dat we dus juist ook een beetje voor de muziek uitlopen wellicht. Hè. We worden nu nog niet gedwongen. We weten dat die dwang er wel aan zou kunnen komen. Dat daar ook aan wetsvoorstellen wordt gewerkt. En wat we nu bespreken is dus een oplossing aan de voorkant. Nou, dan denk ik dat is toch alleen maar heel veel winst. Dat we een beetje proactief in de wedstrijd zitten. En dat we daar als Hillegom ook nog eens met z'n allen unaniem over eens zijn. Ja. Nou, ik denk dat we dat ook alleen maar dat we dat juist als heel positief moeten bestempelen. Nou ja, die discussie was niet zo negatief als in sommige andere gemeenteraden. Nee. Dus dat, Ja, en kijk, je moet ook risico's tegen elkaar afwegen. Als we niet proactief het op deze manier doen, dan weet je dat er een locatie gezocht wordt waar een paar honderd mensen worden gevestigd, of misschien zelfs nog wel meer. Ja, ja, en dat is niet alleen maar dat huisvesten, hè, of dat onderdak bieden. Er komt gewoon heel veel meer bij kijken. Ja. En zeker ook als je het over jongeren hebt. We zien het nu al met de mensen uit Oekraïne die hier zijn, die ook onderwijs nodig hebben, die ook willen werken, die zich ook actief willen inzetten voor de maatschappij. Het wordt er allemaal niet makkelijker. Nee. En we kunnen het allemaal bespreken en we kunnen het allemaal willen, maar vervolgens moet het uitvoerbaar zijn en dan is geld toch ook vaak nog wel heel belangrijk. Ik wil altijd vrolijk eindigen, dus het zijn jullie, want dan gaan we depressief naar huis, dat willen we natuurlijk niet. Nou, is er nog een vrolijk onderwerp in de politiek? Ik denk dat het een goede poging om te zeggen van wat fijn dat we dat met als gemeentes hier in de regio met elkaar proactief. Ja, dat is waar, dat was positief. Toch? Ja. Hebben we alles gehad? En als we dan iets positiefs moeten eindigen, ik moet altijd even naar het plaatje achter jou kijken. Ja. Ook bomen, maar ook bladeren op de weg. Dat is toch alleen maar charme? We moeten ook soms niet zo'n drama van maken. Weet je? We wonen in een prachtige omgeving. Nou, ik loop daar zeer regelmatig op dat brugje achter jou. En dan denk ik altijd, je zult maar in Hillegom wonen, zeg. Zo. Van geluk spreken we dan. Mooi bruggetje, af en toe een explosie. Er gebeurt altijd wat in Hillegom. Ja. Spannend. Oké, dames, bedankt voor de komst naar de studio. Dit was het Sturen van Hillegom, het programma over de politiek in Hillegom. Er komt weer een commissievergadering aan. Die ga ik van begin tot het eind van bekijken. Die raadsvergadering van begin tot het eind bekijken. En daar gaan we weer over praten. Graag tot de volgende keer.